Rotania. Een reënvlie. Rotania. Hallo, I'm Modi van Zevenhond. Reënheuk. Yo, 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 what's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem, natuurlijk jullie game-commentator. En we gaan eens kijken naar aflevering 2. Mari van Zevenhond Pro Cyclist Mode op PCM 21. En wat is er gebeurd in februari? Dat gaan we te zien krijgen in deze aflevering. En je zag het ook, zijn vormpiek begint te stijgen. Zijn vermoeidheid blijft status quo. Dus alles is oké. En wij gaan starten in het Midden-Oosten in de Saudi Tour. Straks gaan we nog naar de Volta Algarve. Asgreen is hier aanwezig, net dus als de luitenant Superknecht van Zevenhond. Dan hebben we ook nog deze Mark Cavendish, de legend. Gaat hij het record breken van Eddy Merckx in de Tour de France qua ritzeges? Ik denk het wel. Mikael Morkov ook aanwezig. De Deense lead-outman. Een van de werelds beste lead-outsmen. En dan hebben we nog ook Bert van Lerbergje, de Belg, aan de start. Jawel. En de voorlaatste in de rij is deze kasseifreter Florian Sénéchal uit Frankrijk. En de Nederlanders sluiten rij. En dit is Fabio Jakobsen, sprintkopman, de Hurricane of Heukelum. En gaat hij in deze ronde de absolute kopman zijn? Ja, het is moeilijk te zeggen. Hè? Het kan Kev worden, het kan Asgreen worden, het kan Jakobsen worden. Of wie weet, misschien onze Mari van Zevenhond. Hirschi, Gaviria en Christophe voor UAE. Dat is een van de sterkste blokken hier aanwezig. Groenewegen is er ook. Net als Europees kampioen Nizzolo. Van der Poel is er ook bij. En wij gaan dus eventueel kunnen wedijveren met Jakobsen tegenover Groenewegen. Maar natuurlijk zal de focus volledig gericht zijn op Mari van Zevenhond. We gaan even de topfavorieten voor deze eerste etappe overlopen. Dat zijn Dylan Groenewegen, Alexander Christophe, Tim Merlier, Giacomo Nizzolo, Jasper Philipsen, Fernando Gaviria, Fabio Jakobsen, Mark Cavendish, Florian Sénéchal staat er zelfs ook tussen en Mike Teunissen. Ja, mooi gezelschap. En deze mannen zijn er ook bij uit, wat zal het zijn, Noord-Afrika, Afrika in het algemeen. Zij zijn ook naar het Midden-Oosten afgereisd. De eerste etappe, voilà. We zijn er volledig klaar voor. En we gaan eens kijken wat dit gaat geven hier in-game. Wat is de dagvorm van Mari? Kunnen we überhaupt iets betekenen voor de ploeg vandaag? Of worden we hier zowaar meteen leider na deze etappe? Het kan allemaal. We hebben wel een min 2. Maar dat is minder. Dat is al een pak minder. En de eerste persvraag gaan we ook meteen inknallen. Terwijl Fabio Jakobsen meteen zijn devies gaf. Xander, zou Jumbo Wout eens moeten inzetten als kopman in een grote ronde? Ha, ik denk dat ze dat grotendeels in de huidige Tour de France wel hebben geprobeerd hoor. Na het uitvallen van Roglic. Maar ja, in week 1, 2 en 3 goed zijn. Een blinde darmontsteking ook nog gehad ondertussen. Of een operatie toch tussendoor. En dan ook iedere keer dat gewicht over die bergen sleuren. Ja, ik vrees dat dat toch moeilijk wordt ook in de toekomst. En Gaviria gaat hier de eerste rit pakken in de Saudi Tour. En van Zevenhond naar plek 5. Oh ja, kijk eens aan. Hoppa, daar is Mauri. Hebben we hier een sprinter ontdekt. Ja, in het wiel van zijn ploeggenoot Jakobsen. Bauhaus is uiteindelijk derde, Merlier tweede. Fernando Gaviria pakt dus de eerste rit. Maar Groenewegen, Christophe en Nizzolo laten we achter ons met Mauri. Ja, kijk eens aan. Lekker dit, man. Hoppa. En Gaviria is natuurlijk de eerste leider. 4 seconden voor op Tim Merlier van Alpecin-Phoenix. Godin en Gouchard, zij pakt de bonus via de vlucht van de dag. Staan op 3 en 4. Dan Bauhaus op 6 seconden. En Jakobsen met Mauri op 10 seconden. Groenewegen, Christophe en Nizzolo, zij vervolledigen de top 10. En ja, Van Aert, misschien in de toekomst dat ze eens gaan experimenteren in de Giro of La Vuelta. Ik hoop het in ieder geval. Dat ze daar echt wel eens kunnen zien als hij zich volledig focust op alleen die bergen. Niet te veel offensief werk in de eerste week. Of dat hij dan eventueel een mooi klassement kan rijden. Maar dat gewicht, hè, ik denk dat dat toch wel een probleem blijft. Zeker als ze ook dan gaan beginnen aanvallen. Want fysiologisch gezien kan in principe Van Aert niet echt die punch brengen bergop door zijn gewicht. Zeker niet in de reuzenkools. Wij gaan ondertussen wel van level stijgen met Mari van Zevenhond. Want dit gaat niet over Wout van Aert deze serie. Het is er wel degelijk eentje over Mari. En gaan we kiezen voor potentieel of meteen een stijging in stats? Ik denk vooral het tweede. Ik wil in het begin toch even een paar stats upgraden. En dan gaan we aan het potentieel moeten beginnen werken. Want we gaan dan ook stilaan tegen de limieten beginnen aanlopen.
En dit zijn de keuzes die je dus allemaal kan maken. Een ronderijder, een klimmer, een tijdrijder, een puncher, ja, een aanvaller dus in het gebergte of het heuvelwerk. Dit lijkt me misschien wel nog de beste keuze om te nemen. Dan gaan we een stat omhoog in het klimmen, in het heuvelwerk en ook qua rentstats wat verhoging. En dan gaan we naar de tweede rit in deze Saudi Tour. En dit zijn de favorieten volgens Pro Cycling Manager met Nizzolo, Christophe en Merlier. Dan hebben we de outsiders Groenewegen, Philipsen, Jacobsen, Gaviria, Cavendish, Teunissen en Morkov. Ja, helaas geen Marie van Zevenhand. Al hebben we wel in rit 1 gezien dat hij het wel kan. Heeft geen slechte sprintstat, maar het gaat vandaag niet bergop in de finale helaas. Gaviria en De Roy, zij staan wel in het magazine. Dit is in principe de koninginrit op dag 4. Daar gaan we misschien toch wel proberen om er van weg te springen, maar oké. Het is best nog veel kilometers tot aan de finish daar. En vandaag gaan we eens kijken of we het met eventueel een lead-out-man kunnen voor Mauria. Seneschal heb ik als mannetje voor mij gezet. Cavendish heeft al lang gewerkt om in ieder geval toch die vluchters van de dag terug te grijpen. Ook Van Lerbergen is er door de AI al ingezet. En de sprinttrein is daar ook ingezet met Asgreen, Morkov en Jacobsen. Dus we hebben twee kleine treintjes bij de Koning Quickstep vandaag. En hier komen we nu in de laatste 2,5 kilometer. Kunnen wij iets verwezenlijken? Oh, dikke blok van UAE. Man, wat was dat? Een dikke veelblok van PCM. Nu komt Van Zevenhand. Jacobsen ging heel vroeg, veel te vroeg, valt volledig stil. Hier komt Merlier. Merlier pakt hem vandaag. Hij klopt Gaviria. Jacobsen toch nog naar een mooie derde plek. En wij alweer in de top 10. Hè? Ja, kijk eens aan. Alweer zevende. Voilà. Sterk bezig, Mari. Ja, dat is uitpakken, man. Jordi Meus was ook nog daar te vinden. Top 5 vandaag voor de jonge Belg van Bora Hansgrohe. Hater. Ook knap hoor, op plek 6 van Ineos. Is ook geen pure sprinter. Dat was Zevenhand, Eekhoff, Boissonhagen en Nizzolo. En ook Niels Eekhoff is bijzonder sterk bezig in deze Saudi Tour. En hier komen dan een paar vreemde eenden in de bijter tussen te staan vanuit de vlucht van de dag wederom. Ze pakken daar bonies en schuiven dus op. En wij staan nu op plek 11. Ja, dat heeft veel te maken dus met die vluchters van de dag. We presteren goed en toch zakken we in het algemeen klassement. Dan hebben we dag 3 naar Al Bujari. En dat is een rit van 121 kilometer. Ja, qua kilometer stelt deze ronde niet echt veel voor. Jacobsen, Nizzolo, Cavendish, Christophe, Merlier, Groenewegen, Gaviria, Philipsen, Seneschal en Teunissen. En onderweg wel een paar gunstige tussensprinten. Vooral deze dus, waar het steil is, waar het lekker bergop gaat. En dan kunnen we wel onze slag slaan. En op deze manier gaan we ons wat moeten knokken. Of toch terugknokken in dat algemeen klassement. Nog een persvraag van Mr. Jarno. Wat vond je van Van Aert met de etappe van de dubbele Mont Ventoux straf? En kon daar iemand volgen zoals Pogacar of Carapaz? Nu ja, enerzijds fenomenaal strafnummer. Echt waar, bijzonder impressionante etappe van Wout van Aert. Ook twee bijzonder sterke tijden over de Mont Ventoux. Maar steek Carapaz en Pogacar in de vlucht van de dag. En ik denk niet dat Van Aert ze eraf rijdt. Omgekeerd denk ik ook niet dat ze Van Aert zouden hebben afgereden. Want die had echt wel een bijzonder sterke dag. En de tijden van de Ventoux tonen dat ook aan. En oké, op het einde verloor hij wel tijd. Maar dat heeft veel met die vlucht van de dag te maken. Hè? Kjell, zou Pogacar ooit 5 keer de Tour de France kunnen winnen? Ja, heeft er al bijna 2 op zak. Dus ja, waarom niet? Ik zeg wel bijna. Want er kan nog altijd pech in het spel komen of een omslag die niemand verwacht. Maar ik denk dat hij hier al bijna 2 op een rij binnen heeft. En ja, wie gaat dan van de derde, de vierde en de vijfde houden? De concurrentie gaat in ieder geval heel snel moeten komen. Tenzij dat Roglic volgend jaar echt wel bijzonder sterk voor de dag komt. Maar je ziet een valpartij en te snel gebeurt. Dat geldt natuurlijk ook voor Pogacar. En kunnen we in deze sprint een rol van betekenis spelen? Het lijkt van niet. Het zijn de Nederlanders die de slag hier uitmaken met Groenewegen. Van der Poel komt nog met een eindjump, maar het is de Hurricane die wint. Voilà, daar is Fabio. Alweer een ritzege voor de Wolfpack dit seizoen. Het is niet voor Mauri, maar oké. Als een andere wolf vindt, is dat ook leuk. Van der Poel op 2, Gaviria verstoort het Nederlands feestje op plek 3. Dan Groenewegen op 4 en Eekhoff op 5. Ja, Niels Eekhoff ook bijzonder sterk bezig in deze Saudi Tour. En wij ook, hè. 11e plek en onderweg ook bonies gepakt. En voilà, we schuiven ook op in het algemeen klassement naar de 4e plek. 11 seconden achter Fernando Gaviria.
Dan gaan we naar de koninginrit. En hier moet het gebeuren. Ja, als we de eindzege willen winnen, moet het vandaag gebeuren. Van der Poel, Hirschi, Krach, Andersen, de topfavorieten. Vendram, Heiter, Gugel, Senechal, Moscon, Narvaez en Mari van Zevenhand, dat zijn de outsiders. En vier tussensprinten vandaag. Voilà, je ziet dat ze allemaal heuvel of berg op gaan. De eerste hebben we helaas niet kunnen meepakken door de vluchters van de dag die nog probeerden weg te komen. Maar deze tweede sprint gaan we vol voor. De aanval is ingezet. Kom aan, Mari. De sprint er nog uit. Mees probeert nog terug te komen. Maar nee, die valt ook stil. En voilà, daar zijn de bonies. En we schuiven op in het klassement. En ook op de eerste passage van de Khedija hebben we de punten gepakt. En dit is de tweede passage over de Khedija. 6,4% deze klim. 3,8 kilometer. En hier is het al bijzonder stijl. Hè? Tot 17%. En we gaan er van weg proberen te rijden, te knallen. En tot aan de meet, als het kan. Oké. Camille, wat vind je van de, in mijn opinie, onterechte beschuldigingen in verband met doping aan Pogacar? Ja, die gaan er altijd komen, hè. Die beschuldigingen, insinuaties, wanneer iemand echt met kop en schouders bovenuit steekt. Rijdt Pogacar clean, dus pakt hij geen middelen? Nee, absoluut niet. Iedereen binnen het peloton pakt middelen. Iedereen in de topsport pakt middelen. Sommige zijn verboden, die staan op een lijst. Dus zolang dat je daar niet aankomt, dan is het oké. Maar is het wielrennen clean? Ja, nee, absoluut niet. Hè. Dat zou utopisch zijn, dat zou zelfs naïef zijn. Dat hebben we dus ook nog eens duidelijk gezien in het tijdperk van US Postal. Maar ze zullen inderdaad hoogstwaarschijnlijk echt wel minder middelen nemen. Maar ze pakken er nog altijd. Hè. Maar de meeste zullen wel legaal zijn, dus zo. Ik vind die beschuldigingen inderdaad onterecht. Zij er natuurlijk zou moeten blijken binnen dit en vijf jaar dat er toch wel daar ergens structureel dopage is gebruikt. Ja, dan is het natuurlijk terecht dat daar beschuldigingen rond deze periode komen. Maar in ieder geval, als er iemand echt hoog bovenuit steekt, dan ga je deze soort beschuldigingen altijd krijgen. Is het waar of niet? Ja, we zullen het misschien ooit weten, we zullen het misschien nooit weten. En als we het nooit weten, dan gaan we er gewoon vanuit dat hij geen verboden middelen heeft gebruikt. En ze komen helaas terug. Nee, zelfs in de afdaling van de Khedija worden we al teruggepakt. We hadden gehoopt om hier solo binnen te komen, maar het gaat niet gebeuren. Laatste kilometer, we proberen mee te sprinten. Maar oké, deze mannen zijn gewoon veel sneller. Gaviria gaat hem alweer pakken. En dat is nefast voor ons. Ah, dat is heel jammer. De eindzege lijkt me weg, want hij pakt hier echt wel nog eens een volle pot aan bonificaties. Fernando Nizzolo is uiteindelijk tweede, Bauhaus derde en ja, Eekhoff alweer sterk op plek 4. Ook Heiter alweer sterk op plek 5 dan Mees. En wij finishen voor het eerst buiten de top 20 in deze Saudi Tour. Plek 26 voor Mauri van Zevenhand. Ja, oké. Het zij zo, pakte wel bonies onderweg, dus we schuiven alweer op in het algemeen klassement. We gaan zelfs naar de tweede plek. En wetende dat ook Fernando Gaviria nog eens bonies pakte vandaag door de dagzegen. We hadden dicht kunnen komen, maar ja, het zij zo. Merlier staat nu derde, Jacobsen, dan Bauhaus, Nizzolo, Groenewegen, Kip, Camboy. Dan hebben we Van der Poel en Gouchard staat nu tiende. Dus ja, het ziet er wel goed uit, hè. 12 seconden gaan we die tweede plek kunnen vasthouden. Dat gaat moeilijk worden. Maar hier pakken we wel XP-punten. En als ze tweede kunnen finishen, zou dat wel heerlijk zijn. Want dan pakken we ook wederom een bom of toch wel een berg XP-punten. En wie weet kunnen we dan stilaan toch al naar level 23 gaan doorstijgen in deze maand februari. Voilà, dit is de slotetappe naar Almasmak. Een etappe van 143,6 kilometer. En alweer de massasprinters die er volledig aan zet zijn. Met Nizzolo, met Cavendish, met Groenewegen, Jacobsen, Merlier, Philipsen, Teunissen. Vooral Gaviria in de gaten houden. Onbegrijpelijk dat hij daar bij de 1-stersplot staat. Want hij is tot nu toe toch wel een beetje de man van deze ronde in het Midden-Oosten. De ronde van Saoedi-Arabië. Of ook wel gewoon kortweg de Saudi Tour. En dit is de finale in Almazmak. En we zaten in de trein met Kev, met Asgreen. Maar je ziet het, het is volledig in de soep aan het draaien. We zijn plots ook Kev kwijt. Of die flikkert toch hier en daar op en neer. We krijgen hem soms wel ter beschikking, anderzijds dan terug niet. Dus op die manier kan je eigenlijk niks doen. En daardoor verliezen we heel wat posities, wat plaatsing. En uiteindelijk is het Groenewegen die de slotetappe hier wint in de Saudi Tour. Voor die Zolo, Jacobsen wordt derde.
En dat zou wel eens gevaarlijk kunnen worden voor ons. Gelukkig is Merlier niet binnen de top 3. Want die had zeer zeker met bonus meteen onze tweede plek in het algemeen klassement kunnen afpakken. Maar Fabio Jakobsen, die stond ook nog dicht, hè. Dus, ja, gaat Fabio nog over ons springen of niet? En alweer een vrij zwakke plek vandaag. Ja, zelfs buiten de top 30, 38ste werden we vandaag. Maar dankjewel, Pro Cycling Manager. Ja, het had ook echt wel veel te maken met Kev die plots wegviel als ons pionnetje. Voilà, we finishen wel als tweede. Dat is mooi. XP-punten erbij. Groenewegen is uiteindelijk derde op 14 seconden, net als Jakobsen. Merlier zakt nog naar plek 5. Ja, Kipemboy heeft het goed gedaan. Is 8e geëindigd voor Bike 8. Van der Poel vinden op 9, Gouchard op 10. En daartussen Merlier en Kipemboy zaten nog niet. Zolo en Bauhaus. En voilà, hier zijn de punten. Die XP-punten dus. Lekker, lekker, lekker. En we gaan meteen naar ongeveer halverwege level 22. Net niet eigenlijk. Maar met dit krijgen we ook nog punten bij. Inderdaad, zoals ik al vergeten, de evaluatie. Die is zeer zeker goed. Oké. Okay. Ze hadden graag gewild dat we het eindklassement hadden gewonnen hier vanuit de ploegleiding van de Koenig Quickstep. Maar dat was toch misschien niet helemaal realiseerbaar, mannen. Maar oké, okay, Patje zal wel tevreden zijn, zeker. Patrick Lefevre, ploegleider, ploegmanager binnen deze de Koenig Quickstep. Ja, ploegleider is het. Ja, oké. Okay. Hij leidt in principe wel ook de ploegen. Swat, we gaan naar de Vuelta Algarve. En hier zie je nog even dat ik wel aan het twijfelen was tussen de Tour des Alpes of de Vuelta Algarve of de UAE Tour. Dat had ook nog gekunnen. Die dus 7 etappen stelt en een World Tour koers is. Hier lagen natuurlijk meer XP-punten te verdienen. Maar ik ging ervan uit dat de bezetting in deze UAE Tour wel ook bijzonder sterk zou geweest zijn. Dus ik heb toch gekozen voor een 2HC-koers. Want ook dat is de Vuelta Algarve, de Tour des Alpes niet. Dat is een 2.1 categorie koers. Dus, het is de middelmaat die ik heb gekozen voor deze Mari van Zevenhand. De Ronde van Portugal, daar moeten we dus in gaan knallen. Deze James Knox is er ook bij. De Luxeknecht, Knoxy, genaamd als bijnaam. Dan hebben we nog deze man in het rijtje. Mark Cavendish, ook hij is hier aanwezig in de Algarve. Dan hebben we nog deze man in het rijtje staan met Yannick Stijmle, sprinter uit Duitsland. En ja, misschien hij wel de sprintkopman of zal het Cavendish worden. Tim de Klerk, tempobeul uit België, El Tractor is er ook bij. Jawel, jawel, die kan ons misschien nog wat bijstaan. Deze Shane Archbold uit Nieuw-Zeeland, de Fly Millet, ja, hij is er ook. En dan hebben we nog Fabio Jakobsen, wat volk vanuit de Saudi-tour, dus naar Portugal afgereisd. En wij gaan meteen eens zien wat het gaat worden tussen Albufeira en Lagos in de eerste etappe. 187 kilometer. Dit is een concurrentie die niet echt super is. Ja, daar verschiet ik een klein beetje van. Maar oké, dat is lekker natuurlijk voor ons. Nibali is de kopman bij Trek Segafredo. Kemna is er ook nog voor Bora Hansgrohe. Dat zullen vooral de twee sterkste mannen worden. Ineos heeft ook een goed blok mee met Van Baarle, Moscon en Sivakov. En dan op de tweede pagina hebben we vooral de lokale ploegen uit Portugal. Waar het gevaar ja, misschien nog van een of andere onbekende, unanieme Portugees kan gaan komen. En dit zijn de favorieten voor de eerste rit met Cavendish, Jakobsen, Bierman, Spollet, Teuns, Van Asbroek, Heiter, Feline, Lipens en Meus. Ja. Kom aan mannen, het is tijd om de eerste keer te knallen hier in Portugal. En we gaan ook op deze klim van derde categorie stevig doorduwen. Enerzijds voor onze bergpunten, ja, omdat we morgen wel graag in die bergtrui willen rijden. Maar anderzijds ook om gewoon de concurrentie in de massasprint wat uit te moorden. Hè. Niet dat wij de concurrent zijn van de massasprinters, maar wel deze Mark Cavendish. Die in ons wiel zit. Wij gaan de lead-out doen in deze eerste etappe naar Lagos. En we pakken hem op sleeptouw. Kom aan Kev. Kev in het wiel van Massevenhand. Wij gaan nu even lead-outen, de sprint inzetten en dan kan Cavendish er nu uitkomen. Cavendish met de zege in de eerste rit of niet? Kev naar het midden van de weg. Ja, hij gaat hem pakken. Hij gaat hem pakken. Voilà. Hier is Mark Cavendish. Voilà, voilà, voilà. Met de lead-out van Mauri. Schitterend teamwerk dit. En daar is zege nummer 1 voor de koning in deze eerste rit van de ronde van de Algarve. En wij eindigen uiteindelijk 16e. Mooi, mooi, mooi. Nog een 20, top 20 notering ook erbij. Mari, Mari, wat doe je hier allemaal, man?
Penalver was uiteindelijk tweede, Feline derde, Meus vierde, Cavazzi vijfde, dan Kalk en Fabio was de tweede wolf op plek 7. Wij de 16e. En Mark Cavendish is dus de eerste leider. En voor de rest zijn we er niet veel mee met die lead-out, want je krijgt daar geen XP-punten voor. Ja, shame on you, PCM. Had er al lang moeten inzitten dat je ook XP-punten krijgt als je bijvoorbeeld een lead-out doet die perfect afloopt. En vandaag was dat zo. We krijgen wel XP-punten, 3 schamele puntjes, omdat we aan de leiding staan in het bergklassement. Ja, oké, dat is ook niet veel, hè. 3 punten, man. Kom op. Deze etappe is bijzonder belangrijk voor ons natuurlijk. Naar Foya, waar we met Van Sevenant, Moscon en Nibali de topfavorieten hebben. Dus we staan bij de topfavorieten vandaag. We zijn misschien zelfs volgens PCM de topfavoriet. Maar Heiter, Fellini, Van Baarle, Nox, Kemna, Sivakov, Aliotti gaan we ook in de gaten moeten houden. Dus vooral het blok van Ineos is bijzonder sterk met verschillende mannen waar ze kunnen op spelen. Nibali gaat het grotendeels alleen moeten doen. Kemna heeft hier en daar ook wel nog een superknecht of een superluitenant zitten. En wij moeten hopen dat we Nox krijgen. Maar voilà, je ziet het, hè. We beginnen aan de voet van de Foya. En helaas geen hulp vanuit onze ploeg. Geen knechten op deze allerlaatste slotklim. Mr. Elbert, nog een persvraag. Wat vond je van Dlamini? Die bleef doorrijden in Tignes. Ja, ik hoop dat hij aan het trainen was. Want het was eigenlijk een beetje zinloos. En dan Mr. El, hoeveel Belgische ritzegens gaan er nog komen deze Tour? Allebei de vragen gingen dus over de Tour de France in real life. Ik hoop nog 2 Belgische zegens. Ja. In de slotweek een massasprint of Van Aert bijvoorbeeld, mag altijd. En dan op de Champs-Élysées wil ik ook een Belg zien winnen. Ja, puur chauvinisme. En ik hoop dat daar eventueel Philipsen of Van Aert hun eerste massasprint zegen pakken. Dat zou ook wel heerlijk zijn. Maar als Kev daar wint, zou ik er niet van verrast. Nee. Maar wij gaan ondertussen volgen. Wij moeten wat aanklampen. Nou, wat opschuiven ook. Kom aan, Mauri. We hebben ondertussen wel de Klerk gekregen, maar daar zijn we niet veel mee. Want die hangt daar ergens in de achtergrond over zijn stuur volledig kapot te gaan. En wij gaan nu aanvallen. Aanval Mari van Sevenant op 2,5 kilometer van de top in Foya. Kom aan, man. Kom op, Mari. In zijn blauwe trui, leider van het bergklassement dus. Maar we krijgen reactie. Het was de reactie van Bora. Was het Kemna zelf? Nee, het was ook niet Kemna. Die leek daar iets verder op te zitten. Laatste kilometer. En nu komt Kemna. Nu komt Kemna. Kom aan, Mauri. Zet hier de ritzijger erin. Ze komen. Hier komt er ook nog eentje van W52. Het is Rodriguez. Rodriguez. Ah, Kemna kan nog sprinten, denk ik. Kemna heeft nog een sprint. Maar wij ook. Kom aan, Mauri. We vallen stil. Oh, komen ze er nog over? Nee, ze komen er niet meer over. Voilà. Daar is de ritzijger voor Mauri van Sevenant. Hoppa, hoppa. Dit is nummer 3 van het seizoen, hè? Ja. Dagzegen in de Tour daaronder en de eindzegen. Dat zijn er 2. En vandaag een dagzegen erbij in deze ronde van de Algarve in Portugal. Nibali verliest veel tijd. Moscon, ja, oké. Okay. Die beperkt nog de schade. Was de beste Ineos er vandaag. Vind ik ook wel verrassend. En Aliotti was bijzonder sterk, hè? Waardoor Lennart Kemna uiteindelijk nog best dicht kwam. En die Rodriguez van W52 is toch ook wel een verrassing. Maar Kemna komt binnen dezelfde tijd binnen, denk ik. Tijdsverschillen? Oh, jawel. 6 seconden. Oh, dankjewel, PCM. Dankjewel. Dat zijn 6 seconden die broodnodig kunnen zijn. Zeker met nog een tijdrit die er morgen zit aan te komen. Rodriguez op 9 seconden. Aliotti op 15. Dan Moscon met Vervaak op 23. En de groep Nibali op 38 seconden geklokt. Met daarin dus ook James Knox. Dan hadden we nog wat trainers op een minuut 16. Lopez, Juan Pedro op een minuut 29. Van Baarle, ja, oké. Okay. Is veel een man. Dat is veel deel. Is toch een renner die stilaan of tegenwoordig goed bergop kan. Maar een minuut 56 is veel te veel. Ook Ben Hermans levert veel in 2 minuten en 2. En wij staan nu aan de leiding in deze Vuelta Algarve. 10 seconden voor op Kemna. 15 op Rodriguez. Dan nog Aliotti, Moscon, Vervaken, Fenine, Nibali staat nu op 48 seconden. Dus met de bonies. Hè. Dan hebben we nog Pollet en Brandao. Zij vervolledigen de top 10. Wederom XP-punten bij. Dat is mooi. Maar we willen die eindzegen hier binnenhalen. De evaluatie is ook positief, maar we moesten deze etappe winnen. Ja. Wat een doelstellingen vanuit de ploeg uit, man. Niet normaal.
Die liggen bijzonder hoog op Mario van Zevenhand. En dit is etappe 3. En de etappe waar ik toch wel het minst naar uitkijk. Zeker omdat ik ook die tijdrit nog volledig niet onder de knie heb. Het nieuwe mechanisme. Het is iets wat ik me afvraag of het eigenlijk überhaupt ergens een steek houdt. Of het werkt. Deze Kemna gaat in ieder geval voor ons starten. Hopelijk geen te goede tijdrit. Want hij kan ook tijdrijden. Lennart Kemna. En deze van Zevenhand. Het is een gele leiderstrijd van de Algarve. Waar ook Evenepoel dus al in heeft gereden. En kunnen wij Remco opvolgen als Belgische winnaar, eindwinnaar van deze Volta Algarve. We gaan het weten na vandaag, want deze tijdrit gaat bijzonder veel bepalen. Fenini heeft momenteel de beste tijd op Chrono 1 en vooral Gianni Moscone. Dat wordt een gevaar, was op Foya ook al goed. Persvraag nog in deze tijdrit, vind jij dat er een grote ronde ook een kasseirit moet of liever niet? Vraag van Maxime. Ik vind van wel. Ik vind dat dat eigenlijk in iedere grote ronde zou moeten. Alleen heb je het probleem dat je bijvoorbeeld in Italië heel weinig kasseistroken hebt. Oké, dan zou je de Strade-versie er kunnen ingooien. Wat ze dus regelmatig wel eens doen. In grote rondes dan zo wat atypische ritten erin steken. Maar het probleem is dat je er niet zoveel dus hebt. Hè. Dus in Frankrijk zou je heel vaak over de kassei van Roubaix rijden. Om de duur zou dat ook stereotyp worden. Dus ja, het is gewoon moeilijk omdat je heel weinig van die dingen hebt liggen. En de tweede tussentijd was niet bijzonder goed. 30 seconden aan de meet worden er. Oh, 38 man. 38 seconden. Als er nog tips zijn over hoe je je energie moet indelen. Wat je met die rode balk juist moet doen. Laat gerust weten. Hetgeen wat ik qua tips tot nu toe heb gevonden op PCM 21. Is dat je de rode balk zoveel mogelijk moet proberen te sparen. Tot op het einde en daarom er volledig uitknallen. En dat je gaanderweg ook natuurlijk moet proberen om jouw gele balk te laten afnemen. Want ja, je kan ook gewoon aan 0 per uur rijden. Dan gaat die gele en rode balk niet afnemen. Maar dan ga je natuurlijk ook een bijzonder slechte tijd neerzetten. Maar oké, 39 tellen na afronding. Ik neem het. Het is niet zo slecht. Ik had het eigenlijk slechter verwacht. Maar 30ste plek is wel het resultaat in de tijdrit van Lagoa. En wij gaan naar plek 3 in het algemeen klassement. Oké, 6 seconden van Moscon. Dat is zeker ook nog mooi. 4 seconden voor op Kemna. We houden Kemna af. Rodriguez komt ook wel nog boven ons te staan. Maar er zijn mogelijkheden. Want we hebben dus nog een rit die in ieder geval op een heuvel een berg aankomt. Maar deze is het niet. Rit 4 naar Tavira. Deze gaan we moeten overleven. Misschien een boni-secondje meepakken bij die tussensprint. We zullen wel zien wat de vlucht van de dag gaat doen. Jacobsen, Cavendish, Biermans, Pollet, Teuns, Van Asbroek, Lipens, Meus, Fedine en Hater. Dat zijn de mannen die vooruit worden geschoven door de bookies, de bookmakers van PCM. En hier is de trein van ja, de Koning Quickstep. We kregen nog zijn Steimle ter beschikking, dus waarom niet? Ik zou in principe ook de lead-out kunnen doen voor Yannick. Maar hij heeft een heel slechte dag voor hem. Dat zie je hier. Min 4. Dus Steimel doet maar dan de lead-out voor Van Zevenhand. Ja, we zien wel waar we uitkomen. 2,4 kilometer nog. Steimel nu op 99 eigen tempo. En dan proberen wij rond een kilometer uit te komen. Zeker misschien een beetje vroeger. Want het gaat hier niet al te snel met Steimel. En nu Van Zevenhand kunnen we nog enigszins wat terugkomen. Ja, een beetje. Maar niet al te veel. En het is Lipens die hem wint, jawel. Of Lipens, hoe dat je het ook wilt uitspreken. Hij pakt de zege voor Trek Segafredo. Hater, alweer sterk. Hè? Ja, die Hater die kan gewoon sprinten of wat. Ja, Ethan Hater. Plek 2. Jente Biermans is dan derde. Dan Moscon. Gavazzi op 5. De Italianen dus. Fenini ook nog eens zesde als Italiaan. Dan Meus. En dan uiteindelijk Van Zevenhand op plek 11 vandaag. Ja, helaas. Geen bonies ook gepakt onderweg. Dus we staan nog steeds 6 tellen achter Gianni Moscon. Maar wel 4 nog steeds voor op Kemna. Dus ja, oké. Van Nibali gaat het waarschijnlijk niet meer komen. Die blijft daar nog steeds rond de 38 seconden hangen van Moscon. Maar het zal zeker en vast een pittige laatste rit worden. Waarin dus nog alles kan. Omtrent het algemeen klassement. Wij zijn wel de beste jongeren momenteel. Dat is al mooi. Maar ook daar is het een battle tegenover Kemna. Hè? Ja. Evaluatie is goed. Ja, zeer zeker. De ploeg heeft hier misschien wel een iets mildere
quotatie opgelegd. We moeten de top 3 halen in het eindklassement. Daar staan we ook binnen, dus daarom zijn ze ook tevreden. En we hebben dus de jongerentrui. Maar wat wordt het hier, hè? Naar de Malhao. We hebben van Sevenant, Nibali, Aleotti. We staan dus alweer bij de topfavoriet. Ja, PCM schat ons wel heel hoog in, maar oké. We hebben natuurlijk ook wel een Klimstedt 77, een Hilstedt 78. Sivakov, De Plus, Moscon, Vakoc, Feline en Heiter zijn nog de outsiders. En waar was Kemna? Stond Kemna er nu niet bij? Of heb ik erover gelezen? Hij stond er niet bij. Hoe kan dat nu, man? Carvalho in het magazine, net als van Sevenant. En dit is wederom zo'n tussensprint voor de bergpunten. We hebben daar nog altijd een vluchter van de dag voor op zitten. Maar ik dacht, ja, ik ga hier toch even versnellen. Want die bergtrui kunnen we ook nog binnenhalen. Hè? Ja, we staan daar tweede in dat klassement. Oh, man, man, man. Hij wou ons nog even wat punten afsnoepen, maar niet zo. En we schuiven dichter. We staan nu derde, een puntje achter Lascano en Campos. Dus dat moet wel goed komen. En hier op de eerste passage van de Malhao kunnen we ook nog eens wat bergpunten sprokkelen. Het is een knik van tweede categorie. Aan de finish zijn deze punten ook nog eens te verdienen. Dus ja, het moet wel goed komen, hè. Lascano is in ieder geval al gepakt. Wij gaan hier toch nog even versnellen. En nog een persvraag ook. Het is er eentje van Rohan. Is Cavendish de beste sprinter in de Tour? Nu ja, hij heeft wel de beste sprinttrein. Hij heeft de beste lead-out. Maar hij heeft het ook al bijzonder veel zelf afgemaakt. Hij heeft eigenlijk nog bijna geen enkele kans laten liggen. Dus dan moeten we ook gewoon stellen dat Cavendish inderdaad de beste sprinter is in de Tour. Nu ja, Merlier, Ewan, die hadden heel dicht in de buurt gekomen. Misschien een van de twee of alle twee zelfs beter geweest. Maar oké, ja, Ewan ging er heel snel uit door die heel domme valpartij. Ja, Merlier had het na één berg eigenlijk al gezien. En voor de rest, ja, hebben we nog Philipsen van Aert, waar ik toch steeds blijf op hopen dat zij op de Champs-Élysées kunnen winnen. Ja, oké. Wat chauvinistisch, ik weet het. Maar de Nederlanders kunnen hopen op Kees Bol. Ja. Misschien dat Bol daar op de Champs-Élysées kan gaan winnen. Maar als het Kev wordt, ja, dan zou het normaal zijn. Hij lijkt me de snelste of de beste sprinter inderdaad in deze Tour. En de laatste kilometer op deze Malhao. Wat kunnen we doen met Sevenant? Kemna gaat heel snel. Kemna gaat hard. Maar we hebben nog een sprint. Hè. We zijn ons aan het sparen. Komen we er nog over? Nee, we komen er niet over. We staan 4 seconden achter Kemna. Oh, oh, oh. Hij pakt de dagzegen. Wij worden wel tweede. Dat is al goed. Maar dat is 4 seconden verschillen met de bonies. Terzij een tijdskloof zou genoteerd worden. En Moscon. Oh ja, Moscon zit hier ook nog. Wat gebeurt er ten opzichte van Moscon? Verliest hij tijd op deze Malhao? Want uiteindelijk staan wij nog 6 seconden daarachter in Kemna 10 hè, op Gianni Moscon. Rodriguez heb ik nu ook niet meteen zien zitten. Geen idee waar Rodriguez uitkomt. Maar hij staat niet in de top 10, Rodriguez. En op Moscon hebben we wel een tijdskloof. Oh, en we pakken hem. We pakken de Volta Algarve. Oh, 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 oh. Lekker dit, man. Alright. En waarom dat wij boven Kemna worden gezet? Ja, ik denk door de tijdrit. Geen idee. We hebben ook al een rit gewonnen. Dus in dat opzicht zijn we ook de gelijke in deze ronde van de Algarve. Maar ja, Kemna wint hem niet. Het is Mauri van Sevenant. Het is een tweede ronde van dit seizoen van deze Pro Cyclist Mode Pact. Na de Tour naar onder zijn we dus ook de Lariaat in de ronde van de Algarve. Of de Volta ao Algarve. Ja, oké. Okay. We waren ergens ook wel een van de topfavorieten. Hè? Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Maar het ging toch niet zo simpel als gedacht. Zeker de tijdrit was een grote, ja, een grote aderlating. Maar oké, okay, ja, het zij zo zeker. Het is niet altijd simpel. En Kemna wordt dus tweede. Moscon uiteindelijk derde. Dan De Marchi, Feline, Vervaeken, Nibali, Rodriguez, Brandao en Antunes. De plus vinden we op 11, Heiter vonden we nog op 12. We gaan eens kijken naar die resultaten, die overwinningen binnen de Wolfpack. En ja, hier staan natuurlijk alle klassificaties tussen, dus ook de nevenklassementen en zo. Misschien moet ik dat even wegfilteren. Alleen classification on time, dat zijn alleen de ritzegers en de eindzegers. En voilà, wij staan er 4 keer bij. Bagioli heeft al raak getroffen in de ster van Bessège. Ook Ballerini heeft al ritten gepakt, ook Cavendish natuurlijk. In Amissa Bongo. En wij pakken dus 2 dagzegens en 2 eindzegens. Ja, we zijn sterk begonnen met Mauri van Sevenant.
in deze Pro Cyclist mode. En we gaan ook naar level 23 gaan als de maand februari om is. Want we zitten nu al heel dicht bij level 23. Oh, we gaan er zelfs nu al over. Ja, met deze evaluatie gaan we er zelfs over. Ja, ik weet altijd dat die evaluatie ook nog XP-punten oplevert. Ja, bij Van Aert zitten we al maximum, dus dan let je daar niet meer zo hard op. Maar we gaan naar level 23, krijgen een skillpunt bij. Dat is het ook. Geen statsverhogingen. En ook bij level 24 zal dat niet zo zijn. Voilà, de volgende aflevering gaan we naar de Strade Bianche. En gaan we naar Parijs-Nice. Alweer een aflevering vol moois. En wie weet kunnen we verrassen in de koers naar de zon. Of wie weet verrassen we in de grindstraten van Siena. Tot dan. Abonneer nog gerust als je het nog niet hebt gedaan. Like deze video gerust als je het leuk vond. En ik zie jullie graag terug morgen voor de startpremière van Lotto Soudal, de PCM 21 carrière mode. Tot dan en bye bye.